Welkom bij deze tweede uitzending van De Kroon op het Jaar. Ook vandaag gaan wij van de vier verschillende tv-omroepen, TV Valkenburg, RTV Maastricht, Meer Vandaag en Drieheuveland, op bezoek bij mensen die direct of indirect geraakt zijn door deze coronacrisis. Ik sta hier bij Jurgen Simon van MVV. Jurgen, wat zijn de gevolgen van zo'n coronacrisis nou op een club als MVV? Ja, de gevolgen zijn natuurlijk heel groot. De hele club wordt eigenlijk omgegooid. Van spelersgroep tot supporters, tot kantoorpersoneel. Het is gewoon een heel groot verschil met vroeger. We zien geen supporters meer. De spelers die zitten in vier kleedkamers om die afstanden te houden. Hoe is dat voor die spelers om zo afgezonderd eigenlijk te zijn? Want je bent er eigenlijk wel echt een team. Ja, de teambuilding, dat wil je toch echt wel hebben. Maar dat begint al met de afgebroken competitie in het begin van het jaar, half maart. Vervolgens komen ze pas weer in de zomer terug. Je hebt maar een paar spelers. De eerste echte oefenwedstrijd, compleet, was eigenlijk de eerste competitiewedstrijd. Dus je ziet, ja, je ligt gewoon op achterstand. Wat zijn de gevolgen voor spelers? Waar moeten we aan denken? Ja, spelers worden iedere week voor de wedstrijd getest. Twee dagen van tevoren. Week in, week uit. Het blijft niet alleen bij de spelers, maar ook de staf. Mensen die de bus rijden. En zelfs een reservechauffeur die getest wordt. En we rijden niet meer met één bus, met de spelersbus van MVV. We moeten twee bussen inzetten. Omdat er niet genoeg ruimte is. Ja, we moeten die afstand houden, ook in de bus. Ondanks de mondkapjes. Ja, en ze zitten in vier kleedlokalen. Het gezamenlijk eten, ja, dat gebeurt nog maar mondjesmaat. En dan ook ieder aan een tafel. Dus ja, er zijn dan wel wat ingrijpende maatregelen. Het heeft natuurlijk ook zijn financiële weerslag op een club als MVV. Je hebt minder inkomsten. Aan welke inkomsten moeten we dan denken, behalve seizoenskaarten? Seizoenskaarten hebben we goed verkocht dit seizoen. Er zat een mooie actie op, dus er werd al een beetje ingespeeld ook op mocht het zijn dat er geen publiek mocht komen. In het begin mochten we nog een kwart van het stadion vullen. Mm-hmm. Dat mag inmiddels ook niet meer. En ja. De vraag is wanneer mag het wel weer. Natuurlijk mis je de supporters in hun steun. Maar ja, je mist ook omzetten daarin. Er wordt niet meer gegeten, gedronken. Maar ja, het meeste voor een club is toch wel de supporter die hun club komt aanmoedigen. Dat is toch wel het grootste gemis. Mm-hmm. En je zegt inderdaad, je gaat achteruit in financiën. Betekent dat ook dat je dan meer een beroep moet gaan doen op de jeugd? Er is al meer beroep gedaan op de jeugd. Hè. Als je ziet dat we sommige wedstrijden de verdedigingslinie allemaal rond de 20-jarigen hebben spelen. En voor een club als MVV is het natuurlijk heel moeilijk om dure spelers naar de geusel te halen. Ja, maar het biedt natuurlijk ook kansen dat je met je eigen jeugd een eigen team, een eigen smoel kan geven. Klopt, je hebt weer meer jongens uit eigen regio en je ziet ook, ze pakken die kansen. Hè. Ze spelen goed en ze gaan de concurrentie aan. Ja. Nu, eigenlijk het belangrijkste van zo'n club is natuurlijk de supporters die eromheen zitten. Hoe probeer je die te betrekken bij een club wanneer ze niet meer fysiek in het stadion mogen zijn? Ja, we proberen ze goed erbij te betrekken. Ze hebben een nieuwe muurschildering aangebracht. Ze hebben spandoeken op de tribunes gelegd. We zoeken op social media vaker het contact op. We gaan binnenkort starten met een podcast om hen toch goed bij die club te blijven betrekken. En ja, we willen ze ook op alle manieren informeren over de ontwikkelingen. Wat dat betreft hebben we weinig geheimen richting de supporters. We zijn een open club, dus... In maart, bij de eerste coronagolf en de bijbehorende maatregelen, ging de Maastrichtse tweeling Anne en Lieve Haaien op pad om her en der in de stad regenbogen te schilderen. Ik wilde eigenlijk ons huis opvrolijken, ons privéhuis met de kinderen. En dat was iets uit het buitenland, dus ik heb dat gewoon opgepikt en gedacht, we gaan even iets leuks doen vanmiddag. Iets anders dan thuis zitten en sip zijn. En Anne heeft dat opgepikt. Op de winkelruit van onze eigen winkel geschilderd. Door social media is dat enorm groot opgepakt. En we hebben daar eigenlijk helemaal niet veel voor gedaan om mensen te benaderen om te mogen komen schilderen. Maar dat ging als een soort olievlek. Wij kregen steeds meer aanvragen om te mogen schilderen overal. En uiteindelijk hebben we meer dan 160 bedrijven kunnen doen. En we denken dat er toch zeker 600 ramen zijn geweest. Wat begon met het bezorgen van een stukje vrolijkheid in de stad, is inmiddels uitgegroeid tot een hele winkel. Een opvrolijk winkel eigenlijk. Een hele Just a Cheery Up winkel met allemaal gekke vrolijke dingen. En het is voor ons, Anne noemt het altijd de creatieve speeltuin waar we niet mee kunnen stoppen. En zo voelt het denk ik voor ons ook. Maar het is nu commercieel geworden.
Het is commercieel geworden, maar het is ook echt om mensen op te vrolijken. En we blijven daarnaast wel projecten doen die niet commercieel zijn. Zoals? Bijvoorbeeld Happy Titi. Dit is voor Sparkle Up Your Mind, is dat een t-shirt met regenboogborsten om geld in te zamelen voor uitgezaaide borstkanker. Dus zo proberen we en een steentje bij te dragen en mensen vrolijk te maken. Ook nu, in de donkere dagen voor kerst, hebben mensen nog steeds behoefte aan wat extra vrolijkheid. Ja, het corona duurt natuurlijk nog allemaal, duurt langer dan we allemaal gehoopt hadden. Dat merk ik ook aan mezelf. In de eerste lockdown vond ik het nog wel grappig aan de grens staan bij onze vader. Nu duurt het lang, zeker ook als je een bedrijf hebt, de zorgen worden groter. Dus dat is een beetje het hele ding met Just a Cheer Up. We kunnen het steeds uitbreiden. De regenboog kan naar nieuwe prints gaan. En zo hebben we ook een kerstcollectie, Happy Christmas en Happy Star. Hebben we ook in de regenboogkleuren een ster en een kerstboom geschilderd. En we hopen dat de mensen zo toch een beetje een happy Christmas hebben dit jaar. Dus dit jaar geen foute kersttrui, maar een vrolijke kersttrui. En hoe zit het dan met die hoop die de regenboog toch ook uitstraalt? Ik vind hoop een beetje een moeilijk begrip. Hoop doet leven, zeggen ze altijd, maar ik vind dat hoop eigenlijk losstaat van corona. Ik vind het een beetje zo standaard. Je moet altijd hoop hebben. Maar een beetje vrolijkheid helpt. Ja, ik denk dat als je wat vrolijker kan zijn, wat positiever kan zijn, dat hoop eigenlijk vanzelf volgt. En dit kan natuurlijk niet blijven duren. Na regen komt zonneschijn is ook zo'n cliché, maar het is wel zo. Het blijft nooit alleen maar regenen. Corona heeft ongetwijfeld impact gehad, ook op het toerisme in Zuid-Limburg. Maar als ik door het Heuvelland fiets of wandel, dan vind ik het alleen maar druk. Vilt het allemaal maar met? Nee, het valt niet met. Onze sector zit wel degelijk in het oog van de corona-orkaan, wens het zo eens zagen. Maar wens ze bijvoorbeeld deze zomer voor bekijkt, dan handvuur, omdat veel Nederland niet naar het buitenland koot. Zijn vuur toch het stukje boezeland en binnenland geweest. En zijn toch heel veel lui naar Zuid-Limburg gekomen die angst voor andere bestemmingen hadden gekozen. Wie heeft het meeste gelegen? De evenementenbranche, restaurants met weinig buitenruimte, bepaalde type attracties wat ze binnen weinig ruimte hadden, wat ze normaal groepsaccommodaties. En wie is er positief uitgesprongen? Verhuurders van particuliere vakantiewoningen, kleine hotels die genoeg ruimtekosten bieden. Ook sommige campings aan het goed kunnen draaien, nog goed, veel goed kunnen maken, omdat er een optimale en lange bezetting is geweest tot ver in december. September, sorry. Ja. Als ik dan nu het totaalplaatje bekijk, als ik een optelling maak. Gaan voor sowieso verliezen. Toch? Ja. Want het beeld wat ze boezen is, dat er zoveel gasten in de natuur zijn, dat is niet, de maakt niet. In onze sector kent ze niet, wat ze niet als je gedreven dan omzet, hè, in die eerste maanden, moet ze niet vergeten dat maart, april, dat zijn voor ons hoogtijdagen en mei. En dat kan ze niet inholen, dan kan ze geen vuurrot opbouwen. Hè. Dan kan ze niet zeggen van nou, ik ga in bed en dan gaat maar drie gasten tegelijkertijd inslopen. Omdat er in de zomer zoveel vraag is. Nee, dat wist ik niet. Vergon vooruit kijken. Lees een beetje optimistisch. Ja. Wat zijn de plannen die Visit Zuid-Limburg heeft ontwikkeld voor 2021? Ja, we zijn vooral bezig om te investeren in die dingen die blijven ook na corona. We zijn nu bezig met knopen lopen samen met de gemeentes te realiseren. Hopen we toch dat volgend jaar de eerste shop in de grond kan. Mag ik me even bijkallen? Knopen lopen, dat is dat gekleurde paaltjes werden vervangen door bordjes met knopen. Dus dat zal... knopen met nummers. Mm-hmm. en dat lui dan zelf op basis van die nummers hun routes kunnen bepalen. Dus dat ze niet maar één kleur hoeven te volgen, maar dat ze vooraf kunnen bepalen van nou, ik wil langs Wijngaarden en wanneer ik langs Wijngaarden wil, tik ik die nummers in en dan volg ik die route. Mm-hmm. Dus dat ze ziet dat ze zo'n wandelroute rondom Wijn, dat ze op Enstand ook als gebied, want ze dat een beetje meer deed, dat lui die ook meer kunt kennen als een wijnregio. En dat nu een komend project, goed project is dan met krijt. En we zullen nog voort een beduren op de Camini's, de kleine wandelroutes, rondjes vanaf de Camino naar Santiago de Compostela, de hei in twee trajecten door Hemlup. Zoom dingen en nog veel meer.
Je zoon laat zich niet storen tijdens het sturen. Rij zonder afleiding. Rij mono. Het nummer is Autumn Jubel, Ak van Rooyen, natuurlijk met Harmonie Concordia onder leiding van Jos Dobbelstein.
Thank you.
guitar with a familiar and a confident voice, a straight shot through my heart. During a stormy road, our very first song in her basement, Hurricane was born. I knew from then we have a strong bond, beating strings and writing great songs. There's a similar wild desire with only music in our veins, two hearts that beat as one, partners in crime since the very first day, partners in crime since the very first day. She closed the book and threw it away, her six string in its case at the backseat, tears on the steering wheel, new experiences on her way. There's a similar wild desire with only music in our veins, two hearts that beat as one, partners in crime since the very first day, partners in crime since the very first day. Chrome and leather and good company, two wheels with a rumble make her fly. Two separate lives brought together in songs, surviving everything and the stage is ours. Surviving everything and the stage is ours. Surviving everything and the stage is ours. That's how the story goes. There's a similar wild desire with only music in our veins, two hearts that beat as one, partners in crime since the very first day, partners in crime since the very first day. There's a similar wild desire with only music in our veins, two hearts that beat as one, partners in crime since the very first day, partners in crime.